verhalen onder vrienden, verhalen onder vreemden op een terras, verhalen over zijn studentenleven, studenten nu, studenten toen, verhalen onder vastgoedmiljonairs, mensen die tennisles geeft, mensen voor wie hij een optreden verzorgt, een one-night stand, trips down memory lane, het zit er allemaal in. Het is vaak spannend, het is soms ontroerend. Voor mij blijft vooral het vergeefse van alles hangen, kan ik nu alvast verklappen. Wordt het niet heel erg vrolijk van soms. Al is er ook hoop door humor en door de details. Het is een borduurwerk, patronen komen steeds weer terug. Iets over zijn vader in dat hoofdstukje komt daar later weer terug. Dus het is, je gaat het geheel steeds beter zien. Het is een patroon, het is een boek. Je bent een boek, dat heb ik hier geschreven. Je bent een open boek straks. Het is Patrick. Nou ben ik even uitgeluld. Vraag 1. Wat mij betreft stoppen we in principe. Dit is het, je hebt het perfect samengevat. Laten we muziek gaan maken. Of heb je echt... Zo makkelijk. Het is echt, ik ben heel blij met jouw samenvatting. En we beginnen bij de titel. Per ongeluk expres. Leg uit. Je hebt een halve minuut. Ja, eigenlijk is alles per ongeluk expres. We denken dat we het leven onder controle hebben. We denken dat wat we tegen vrienden, vriendinnen en tegen onze kennissen zeggen, dat we dat over nagedacht hebben. Soms flappen we dingen eruit. En dan bedoelen we toch net even iets anders dan we het eigenlijk gezegd hebben. We laten spijt van. Dan bellen we nog wel een keer. God, dat had ik misschien anders moeten zeggen. Dat is aan de lopende band. Dat is een beetje in mijn ogen onze constitutie. Ook die van mij. En eigenlijk komt dat thema de hele tijd terug in dat boek. Ik snap, er is nog steeds geen reden om erover te schrijven. Dus de vraag is, wat is er zo leuk aan schrijven? Het is een schoolkantvraag, maar waarom schrijven? Wat vind je er leuk aan? Dat schrijven is natuurlijk, en dat mag ik natuurlijk tegen jou niet zeggen en dat mag het ook niet zijn, maar dat schrijven is natuurlijk ook therapie. Hoewel ik heb geprobeerd om het therapeutische er niet in te laten doorklinken. Hoewel er twee verhalen in staan waarbij ik bij een therapeut kom en vertel hoe dat gaat. Maar het is het leven in een verhaal proberen samen te vatten in een kort stuk. Mij wordt altijd verweten dat ik toch dan nog te lang ben. Maar als je het in een paar A4'tjes kunt samenvatten, ja, jij doet dat in een hele roman, dan geeft het toch die controle. Geeft het toch even wat houvast. Nou, ongeveer zo zit het. Dat is wel graven en ik weet niet of ik te diep gegraven heb of juist niet. Maar het is dus het leven samenvatten in een klein, dat kan in een stuk muziek of in een verhaal of in een roman. En dat lucht op, want dan denk ik, nou zo zit het. Ik heb het al, en nu zit er een kaft omheen dus, en het is geschreven. Dus het voelt heel anders dan Facebook. Wat er nu ligt is waar. Het staat erin, dus het is waar. Geweldig. Ik snap wat je zegt, ik ken het. Ik denk dat het thematisch is voor dat deel 1, is dat je het moeilijk vindt dat mensen zichzelf verhaaltjes vertellen, strategieën om zichzelf te vergoelijken, in te dekken, beter te doen lijken dan ze zijn. Dat vind jij ongemanierd en bot. En je komt het ook bij jezelf tegen en je probeert eraan te werken. Dat is eigenlijk waar deel 1 over gaat. Vraag. Waarom loop je hier zo tegenaan? Want iedereen moet dit herkennen. Dat je denkt, ik heb niet echt contact met deze persoon. Ik praat nu wel met die persoon, maar ik denk gewoon niet tot die persoon door. En die persoon ook niet tot mij. En het is ook ergerlijk. Het gaat over communiceren. Klinkt altijd zo vakmatig, maar het is nogal belangrijk. Waarom sta jij hier tegenop? Jij maakt je er oprecht kwaad over. Wat is dat in jou, dat je er ook echt iets aan wil doen? Ja, nou ja, ik denk dat er... Als ik vroeger door een psycholoog in die zin zou zijn beoordeeld, ligt er een vorm van autisme misschien onder. Ik vind het heel moeilijk als er losse eindjes zijn. Als iemand iets vertelt en ook als getuige, als er iemand anders dan er doorheen gaat. Want dan ben ik net, heeft hij me net te pakken in zijn anekdote of zijn verhaal. Dan komt iemand anders, een ober of in een restaurant. Ook omdat ik ouder word. Ik kan me gigantisch aan storen. Ik wacht even tot die ander uitgesproken is.
ja, ik ben een irritant mannetje dan ook. En ik moet erbij zeggen, op het moment dat ik me goed voel, lekker in mijn vel zit, dan want we hebben het er wel eens eerder over gehad, dan ben ik, maakt niet uit, gezellig. En dan gooi ik er ook nog, kan ik ook zo'n corporaal one-linertje erin gooien, heb ik vroeger geleerd van de jongens daar. En dan maakt het me niks uit. Maar ja, als je wat minder in je vel zit, het kost je tijd om te concentreren. En er komt niks uit. Iemand begint een verhaal, de volgende begint een verhaal. Het gaat allemaal door elkaar. Ja, verschrikkelijk. Staat het nu lekker, heb ik allemaal lekker het boek kunnen wegschrijven. En dan kan je er ook nog over zingen. Ja, ik kan nu echt niet meer zingen. Ik ben nu zo chagrijnig. Ik vind dat je dat moet doen nu. Oh ja, waarom? Staat namelijk in het draaiboek. Dat lied hebben Klaas en ik geschreven 10 jaar geleden. Klaas de drummer. En het heet Noorderzon, maar in mijn titel is het Iedereen praat zoveel. Thank you.